Vandaag ging het over duurzaam geld verdienen en transport. Daarbij is het voertuig natuurlijk erg belangrijk, een juiste keuze. Maar steeds belangrijker wordt het met data een betere planning te maken. En die data niet alleen in eigen huis te analyseren, maar ook met je partners. Dat kunnen zijn verladers, dat kunnen zijn je onderhoudspartners en zeker in de toekomst met elektrisch vervoer, je energiepartners. We hebben in de praktijk de afgelopen jaren kunnen meten wat het energieverbruik is en wat het brandstofverbruik is geweest. En daarmee de relatie kunnen leggen op het gebied van reductie tussen diesel en enerzijds en elektrisch rijden anderzijds. En ook de invloed en de kansen voor groene energie. En we hebben aan de hand van een aantal interessante wetenswaardigheden kunnen laten zien dat de algemeen geaccepteerde opvattingen over elektrisch rijden in de praktijk wel iets genuanceerder liggen, en met name op het gebied van emissies. Wij als TIP zijn bezig om te kijken naar nieuwe modellen waarbij gebruik kunnen maken van technologie. En wij zijn ons aan het focussen op in plaats van het betalen van bezit, naar het betalen van gebruik. Nou, de vraag is of de toekomst 100% elektrisch is. Ik denk van niet. Ik denk wel dat elektriciteit een heel groot aandeel gaat vormen. Niet omdat het nou per se zo verschrikkelijk beter is voor het milieu en dergelijke. Nee, maar gewoon omdat het goedkoper gaat worden. Het is gewoon een beter en goedkoper systeem tegelijk. En dat moet je ook allebei hebben om het echt door te laten breken. Maar dat gaat gebeuren. Dat is vooral door schaalvoordelen. Er zitten veel minder bewegende onderdelen. Er is ook minder onderhoud. Ik wil niet zeggen dat het onderhoud morgen weer allemaal voorbij is, maar er is echt minder onderhoud. Dus op een gegeven moment is het goedkoper. En dan zal het zeker doorbreken.